Dan Fagin is de bottelaar. Maar de whisky wat erin zit is, je spreekt het woord uit, Bannahaven. Bannahaven. Bannahaven is een schitterende distilleerderij. Mooi. Om daar naartoe te gaan moet je langs een eenbaansweg. Soms moet je stoppen, schapen van de weg afjagen en verder. En dan kom je uiteindelijk uit bij The Sound of Jura. Tussen Isla en het eiland Jura in. Er zit een grote kolk, een draaikolk daar. Dat is de op één na grootste draaikolk ter wereld. Het heet Corrie Vrekken. En je kunt, de zeelieden zijn bang om daar doorheen te varen. En het is een enorme kolk. En je kan van daaruit kan je dan de Paps of Jura zien. De Paps is een Engelse nette term voor een vrouwenborst. Ze hebben de vorm van vrouwenborsten in de verte. En voor jullie informatie, George Orwell, die schreef zijn boek 1984, Big Brother is Watching You, op dat eiland. Hij woonde in een tent, maar hij had een huis. Maar om zichzelf hard te maken, woonde hij in een tent. En hij tikte het boek in het huis. Hij ging werken in het huis, maar sliep het buiten in een tent. Bizarre mensen. Hij was een Engelsman. Daar kan je niks anders verwachten natuurlijk. Hè. Dat, we hebben ze nooit vergeven, die Engelsen. Hè. Ze hebben belasting gegeven op malt whisky. Hè, en dat hebben we nooit vergeven. En er is een oude legende dat toen God de wereld wilde maken, had hij een tekening gemaakt. En Gabriel zei van, wat bent u daar aan het maken? Hij zei, oh, ik ben een land aan het ontwerpen. Hè. En het zou hele mooie groene heuvels hebben met prachtige gesteenten, met kolkende zilveren water wat overheen kolkt. En zalm zou springen over die watervallen heen en forel. En dan zou herten springen over de bergen en een heerlijke gerst zou in de dalen groeien waar je fantastische whisky kan maken. En ik ga dat land Schotland noemen. En Gabriel zei van, maar dat is toch niet eerlijk dat je dan één volk zoiets moois geeft ten opzichte van de andere mensen. Je moet één negatieve ding tegenover zetten. En God zei, jawel, dat doe ik wel. Wacht maar tot je weet wie hun zuiderburen gaat heten. We hebben twee keer een oorlog gewonnen van Engeland. Toen kwamen ze elke keer terug en we kregen een trap onder de reet van ze, hoor. En ze zijn onze Heer en de Meester tot de dag van vandaag. En er is een verhaal ook van een. Ze winnen ook met voetbal ook nog, de teringhonden. Ze winnen ook altijd met voetbal. En een keer waren ze een voetbalwedstrijd tegen Schotland aan het spelen en dan wonnen ze in Schotland. En dan kwamen ze allemaal vol hoogmoed eruit, zingend hoe geweldig dat ze allemaal waren. En dan kwam een kleine Schot van mijn formaat ongeveer bovenop de heuvel. Hè, toen ze het stadion aan uitkwamen. En hij zei van, kom eens vechten, stelletje lafaarden. Kom maar, kom maar, kom dan. En een stuk of 10 Engelsen stonden de heuvel op. En hij ging de andere kant van de heuvel af. En dan hoorde je bam, boom, poef. En dan kwam hij weer op de heuvel en zei, kom op, vecht met mij, stel het je lafhaven, doe maar als je durft. Dus een stuk of 50 Engelsen stormden de heuvel op. En hij de andere kant van de heuvel af en dan hoorde je weer bam, baf, poef. Kom die weer op, hè. Kom, vecht met mij, stel het je lafhaven. Nou, toen dachten ze, het bestuurde wel een heleboel. Dus 5000 Engelsen stormden de heuvel op. Wow, 5000 man. En hij de andere kant van de heuvel af en dan hoorde je weer bam, baf, baf, baf. En één Engelsman die kwam bont en blauw bovenop de heuvel. Die zei, kijk uit jongens, kijk uit. We lopen in de val, ze zijn er met z'n tweeën.